Dat je in je leven, je begint ergens. Toen ik begon voor mezelf, toen was ik 19. Toen kreeg ik van mijn moeder 1000 gulden. En toen heb ik een zaaimachine en een schoffel en zaad van gekocht. En zo ben ik gestart. Ik wilde op mijn 19e wilde ik al emigreren naar Nieuw-Zeeland. Ik vond Nederland al veel te vol. En toen had ik al, als ik dan hier door het duin heen liep, dan voelde ik me zeg maar vrij, had ik een beetje de ruimte. En dan kwam ik bij Katwijk en dan zag ik weer alle huizen. En dan dacht ik, het is mij veel te druk, het wordt veel te druk. En toen was ik op een gegeven moment bezig met emigratie. Ik denk, nu ga ik ervoor. Toen ontmoette ik José. En die zei direct, ik ga niet naar Nieuw-Zeeland. Dus dacht ik, oh jee, en nu? Een van de leuke dingen aan alles wat bloeit, is dat we vaak binnen kunnen kijken op plekken waar je normaal niet binnenkomt. Een van deze plekken waar we vandaag gaan kijken, is de boomvarenkwekerij van Maurice en José. En deze kwekerij, gewoon in het Nederlandse Noordwijk, levert boomvarens die uiteindelijk terechtkomen op films zoals Winnie the Pooh, Star Wars, The Wizard of Oz en zelfs Jurassic World. Wij hebben ook speciaal voor de boomvarens hebben wij een speciale kast laten bouwen. Met het oog op de UV-licht. We hebben een foliekast, want een folie dat laat UV door. En UV zorgt ervoor dat je planten harder zijn. Wat dus ook betekent dat ze minder voor insecten en schimmels en ziektes gevoelig zijn. Wat je nu heel goed ziet is dat zeg maar... dat je de voorjaarsgroei een beetje krijgt van al het nieuwe blad wat zich ontwikkelt. En ik kijk ook naar de kleur. Ik kijk gewoon of die plant het naar zijn zin heeft. Voor insecten en zo controleer ik nooit. Want insecten zitten hier eigenlijk nooit in. Ik spuit ook nooit. Dus het is een hele biologische teelt. Kijk, en dat is ook zo mooi aan een varen. Het hele blad is helemaal opgerold. En dan... komen de zijblaadjes, die rollen ook allemaal uit. Deze kleine zijblaadjes rollen ook allemaal uit. Dus alles is opgerold en alles rolt uit. Weet je, in je leven, je begint ergens. Toen ik begon voor mezelf... toen was ik 19, toen kreeg ik van mijn moeder 1000 gulden. En toen heb ik een zaaimachine en een schoffel en zaad van gekocht. En zo ben ik gestart, op land van mijn vader. En ja, en dan ga je van het een naar het ander naar het ander. Ik wilde op mijn 19e wilde ik al emigreren naar Nieuw-Zeeland. Ik vond Nederland al veel te vol. En toen had ik al, als ik dan hier door het duin heen liep, dan voelde ik me zeg maar vrij, had ik een beetje de ruimte. En dan kwam ik bij Katwijk en dan zag ik weer alle huizen. En dan dacht ik, het is mij veel te druk, het wordt veel te druk. En toen was ik op een gegeven moment bezig met emigratie. Ik denk, nu ga ik ervoor. Toen ontmoette ik José. En die zei direct, ik ga niet naar Nieuw-Zeeland. Dus dacht ik, oh jee, en nu? Ik leerde Maurice kennen. Nou, die was hier heel erg zoekende wat hij wilde. En nou, ik had dus een hartstikke vaste baan. Ik werkte in het onderwijs en ik had zoiets, ik kan hier 65 worden, want dat was toen de tijd nog dat je met pensioen kon gaan. Maar ik dacht, nou, ik kan er ook een paar dagen tussen, een paar jaar een keertje wat anders doen. En toen zijn we eerst een jaar naar Spanje geweest. Daar hebben we toen een plantenshop gehad. Met mijn Spaans van zeg maar niks ging ik de tuincentra langs. En na een maand of drie sprak ik redelijk Spaans. Toen hebben wij planten ingekocht, tuinplantjes, wat je eigenlijk daar in Spanje niet zo vond, makkelijk. Want er zaten daar heel veel mensen uit Engeland, uit Duitsland met tweede of derde. Of nou ja, een beetje tegenover de golfbaan zaten we ook. En alle mensen zeg maar met een beetje geld, ja, die kwamen langs ons winkeltje. Ik ben toen ook uitgenodigd bij... De Volvo Open. Maar alle golfers die waren daar, dus had veel geld. En dan moest ik het hele spul moest ik aankleden met allerlei planten. En dan liep je daar in het clubhuis, of de kantine, clubhuis. En daar kwam je die en al die
soort van goede golfers. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus zeg maar qua ervaring en qua... Maar goed, toch was dat niet mijn ding. Mijn ding was toch wel de kweek. Maar toen kreeg Maurice een hernia. Toen zijn we teruggegaan naar Nederland. Toen is hij geopereerd. En toen zijn we daarna een jaar op wereldreis geweest. En toen zijn we onder andere ook in Nieuw-Zeeland geweest. Alleen in het verkeerde seizoen. We zaten daar in, zeg maar, hier zomer. En dat is daar natuurlijk winter. Dus daar hadden we niet zo goed over nagedacht toen tijd. En Maurice had iets met Nieuw-Zeeland. Die wilde altijd al heel graag naar Nieuw-Zeeland. En toen ben ik in augustus 92 ben ik geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. In mijn eentje, met een zaaimachine en een schoffel en een zak bloemenzaad. En zo ben ik geëmigreerd. En José die heeft gezegd van, joh, ga jij het maar opzetten. En als je zover bent dat ik moet komen helpen en dat je de kwekerij opgezet hebt, dan kom ik en dan gaan we samen door. Toen ben ik ook geëmigreerd, dat was ook wel heel leuk. Dan werd je alle twee in een kantoortje gezet en dan kreeg Maurice een aantal vragen. En ik kreeg dezelfde vragen om te kijken of we daadwerkelijk wel bij elkaar hoorden. En toen we ongeveer dezelfde antwoorden hadden gegeven, mocht ik ook emigreren. Op een gegeven moment hadden we na 6 jaar Nieuw-Zeeland daar wel, nou goed, we hadden inmiddels 2 kinderen, dus ik had altijd het voornemen, dan wil ik toch weer richting huis. Nou, het was gewoon tijd om weer richting Nederland te gaan. En ik kon het onderwijs weer in, dat wist ik al. En Maurice, die, ja, wat moest die gaan doen? Dat was een beetje lastig. En op een gegeven moment toen dacht ik, god, waarom gaan we die boomvarens niet mee terugnemen? Nou ja, en het gaat meestal zo, ik heb de ideeën, Maurice voert ze uit. Dus we zijn boomvarens gaan doen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar iemand die ze kon oogsten uit het bos vandaan. En dat zijn bossen die, van aangeplante dennenbomen. Maar omdat ze daar dennenbomen hebben geplant voor de houtproductie, groeien nog steeds die boomvarens daarin. En als ze dan die bomen gaan oogsten, daar had ik dan vergunning voor het oogsten de boomvarens eruit te halen. Anders werden ze vermulst en er werd overheen gereden en dan werd het gewoon kapot gemaakt. Er zijn geen paden waar je makkelijk kan rijden met een tractor of een four-wheel drive of ik denk, hoe ga ik dat nou doen? Want de ingangetjes die zijn maar 1 meter breed. Dus daar kan je niet met een groot ding. Ik denk, nou, dan moet ik iets van een quad hebben. Ik denk, ja, dan heb ik een quad, maar hoe krijg ik ze nou uit het bos vandaan? Dus ik heb een paar wielen van een oude quad had ik georganiseerd. Toen heb ik zelf een aanhangertje gemaakt, gelast. En nou ja, zo reden we het bos in. En dan kon ik gewoon kiezen wat ik wilde. Het was net een snoepwinkel. Wat je hier nu achter me ziet, dat had je ook in het bos. En dat was zo geweldig om daar dan doorheen te kunnen en te mogen banjeren. Dat je voelt je echt helemaal in de natuur. En dat was, ja, geweldig. Ik ben daar toen in 1998 mee begonnen, op 1500 vierkante meter. En na een half jaar had ik 3000 vierkante meter. Weer een half jaar had ik 8000. Dus 16.000, 20.000, 24.000, daar ben ik mee geëindigd. Ik had 24.000 vierkante meter vol staan. En ja, ik had 130.000 stuks in voorraad. Kijk, hier zie je de sporen, maar deze zijn van vorig jaar. Deze zijn bruin, dus die zijn eigenlijk al, de sporen liggen al ergens. Dan moet ik een jonger blad nemen en dat is deze. Kijk, als je dit van dichtbij ziet, dan zijn het een soort huisjes, bolletjes die dicht zijn. En hier zitten de sporen in. En als ik deze zeg maar wil oogsten, dan haal ik het blad eraf. Dan kan ik knippen of breken. Deze breekt vrij makkelijk. Kijk, en dan heb ik zo'n blad. En wat ik dan normaal doe, is dan haal ik hier, het puntje zit er nooit geen sporen aan. Dan haal ik dit eraf, anders, ik droog het altijd in een krant en anders past het niet in mijn krant. Dat is eigenlijk een praktisch dingetje. Het is sowieso leuk als je het proces ziet van een heel klein stekkie tot een mooie plant. Ja, en het blijft ook altijd schitterend als je die kracht van die planten ziet en die krullen naar buiten ziet komen. En er zit kracht in die plant. Zij is meer dan 100 jaar oud, deze. Maar weet je, wij oogsten het. Toen wij het oogsten in Nieuw-Zeeland,
Weet je, dan moet je deze bladeren eraf halen. Maar als je ziet wat er allemaal uitkomt en je zit dan echt helemaal... Dan moet je dat oude blad en dan zit je echt helemaal onder de zooi. En dan ben je helemaal zwart. En je ogen kan je niet meer open doen vanwege het stof en de oude sporen. En dus, maar als je dan weer die stam in je handen hebt, weet je, en heb je weer feest, dan denk je van goh, want het is altijd wel weer spannend hoe het hieronder gegroeid is. Dit is zeg maar al het blad wat hier in Nederland op is gegroeid. En het blad is hier ook altijd iets kleiner. Maar toen was het blad zeg maar veel langer en die hing tot hier. En dat beschermt de plant en tegen kou en tegen droogte. En ik laadde daar zelf de containers. Ik had ook een stuk schuur en een stuk terrein wat we daar hadden. En dan sturen we het hierheen. Het duurt 6 weken. Ja, dan kwamen ze hier binnen en dan ja, werden ze even opgeslagen en daarna geplant. En dan zeg maar het soort wat je eigenlijk uit Australië hebt, de meest algemene, de Dicksonia antarctica, die wordt eigenlijk het meeste geteeld en verkocht. Maar ik persoonlijk vind het de minst mooie boomvaren. De 6 soorten zeg maar, die in Nieuw-Zeeland groeien, die had ik hier allemaal staan. Maar er blijven op een gegeven moment een paar soorten over die het zeg maar, een beetje goed doen in dit klimaat en in Engeland, in die conservatories. En daar zijn die anderen wat minder geschikt voor. Dus nu doen we eigenlijk alleen maar de Australische nog, omdat ja, zeg maar, het is zo gegroeid dat de bekendste is. Was ook als eerste geïntroduceerd. En ja, weet je, en dat blijft op een gegeven moment hangen bij mensen. En dan kennen ze de andere soorten niet, die overigens wel mooier zijn, maar iets moeilijker in het onderhoud. Dit is dan de Ciathea delbata, de zilverfern. En wat vroeger de Maori's deden, dan gingen ze het bos in, gingen ze jagen of wat dan ook. En zeg maar, dit is een onderdeel, dit is een klein onderdeel van een hele grote tak. Want die bladeren kunnen zeg maar 4 meter groot worden. En er zit altijd een punt op, hetzelfde zeg maar als dit. En als ze dan het bos in gingen, dan zetten ze die, zeg maar, deze tegen een boom aan of op de grond. Met de punt naar de richting waar ze naartoe gingen. Dan konden ze altijd terugkomen en als ze kwijt waren, konden mensen ze weer zien. Want dit geeft 's nachts een soort van licht. Zo wit is het. Dus dat was eigenlijk een heel natuurlijke, in plaats van broodkruimels, deden ze het met boomvarens. En dat werkte uitstekend. Er is nog nooit een Maori verdwaald. Het verschil, ook het patroon op het blaadje, is anders dan die. Deze staan een soort in het midden en die zitten helemaal aan de rand. En zo is het met elke varen, hebben een ander patroon. Deze planten die heb ik hier, of de varenblad heb ik hier eergisteren tussen papier gelegd om ze te drogen, om de sporen eruit te halen. Kijk, dan zie je heel mooi het sporenpatroon van het blad. Hoe ik dit verzamel, je hebt allerlei zeefjes ervoor, maar die heb ik niet. Kijk, wat ik doe is, kijk, ik doe een beetje met mijn handen. Nou, je ziet hier een hele heldere gele kleur en dit zijn de sporen. En deze bruinige, dat zijn eigenlijk de dopjes van het sporendoosje. De sporen is een heel ander verhaal als dat je bijvoorbeeld met bloemen hebt. Of met andere planten die bloemen hebben. Alles wat bloemen heeft, dat vormt zaad. Een varen doet dat niet. Een varen die heeft sporen. En de bevruchting, er vindt wel een bevruchting plaats, maar die vindt plaats na het zaaien van de sporen. Dus de sporen, die laat ik zaaien, want dat is qua temperatuur en dat is het beste, dat kan ik niet zelf. Dan krijg je op de grond krijg je, zeg maar, 1 deken van plantjes, maar dat zijn mannelijke en vrouwelijke plantjes. En die ontwikkelen zich en dan vindt boven de grond pas de bevruchting plaats.
En dan krijg je pas een plantje. Dus het is eigenlijk een plantje uit een vader en een moeder. Kijk, als ik de dopjes en de sporen enigszins van elkaar wil scheiden, dan doe ik het op de krant en dan bibber ik een beetje met mijn vingers, zodat de dopjes, die zijn iets lichter. En dan blaas ik die dopjes weg. Dit is natuurlijk de rode draad door ons hele leven heen. Want je bent, nou, Nieuw-Zeeland, we zijn natuurlijk in eerste instantie deden we daar de zomerbloemen. Wat ook een ontzettend leuk project was, omdat wij daar voor Nieuw-Zeeland heel vernieuwend in waren. We hebben heel veel nieuwe soortjes geïntroduceerd. En dat was gewoon ook een heel erg leuk project. En ja, goed, toen kwamen we weer terug. Toen hebben we vanuit Nieuw-Zeeland de rijkdom, zeg maar, meegenomen aan producten en geschiedenis. En ja, dat hebben we hier natuurlijk op kunnen zetten. En daardoor hebben we nu ook wat we hebben. En ik bedoel, die twee jongens zijn daar geboren. Dus je hebt, ja, dat blijft altijd wel een aparte plek houden. Ik kreeg vaak gewoon kippenvel hoe mooi die boomvarens zijn. Als je ziet wat ik, zeg maar, in die tijd allemaal meegemaakt heb met ook leveranties naar Portugal en naar Spanje en naar Japan en naar Singapore. En ik heb onder andere, zeg maar, ook de planten geleverd van het hoofdkantoor in Lloyds, van Lloyds in Londen. En ja, daar is de bovenverdieping van het kantoor is helemaal omgevormd tot een varenpark. Dus, en dat heb ik gedaan. Parken in Barcelona heb ik gedaan. In Zwitserland, in een of andere vallei waar het nooit vriest. Want er is een microklimaatje. Daar staan ook allemaal boomvarens van mij. Dus er zijn hier en daar. En alle projecten ken ik niet. We hebben ook aan films meegedaan. Planten voor films geleverd. Jurassic World. En, Christopher Robin, dat is een Disney-film. Dus daar doen we dan ook aan mee. Maar ik blijf die varens toch zo fantastisch mooi vinden. Zeg dat wij hebben geen draaiboeken, we doen maar wat. Het is een beetje intuïtief. En dat vind ik wel heel erg jammer dat er aan alle kanten in deze huidige wereld uit wordt getrapt en geschopt. Omdat we alleen nog maar aan cijfertjes denken. Cijfertjes en rapporten en cijfertjes. En de beheersing. Terwijl, ja, maar ja, dat is mijn persoonlijke frustratie. Ja, weet je, ze hebben natuurlijk nu heel veel kassen die allemaal computergestuurd zijn. De luchtdruk, de luchtvochtigheid, de temperatuur, het licht. Ja, dat doen wij niet. Dit leeft, dit moet je, dit bekijk je, dit voel je, dit is tastbaar. Ja, het is misschien wel een deeltje van mezelf.